De misbruikaffaires in de katholieke kerk zijn zo goed als afgesloten. Er resteren nog vijf gevallen die afgehandeld moeten worden. Overste Jan Koppens schat in dat zijn orde dan zo'n 3 miljoen euro heeft betaald aan slachtoffers van voornamelijk seksueel misbruik en geweld. Bij het onderzoek van de commissie Deetman, die onderzoek deed naar de incidenten, komt naar voren dat de Fraters van Tilburg koplopers zijn als het gaat om misbruik. Met 123 slachtoffers heeft de orde financiële regelingen getroffen na klachten over in totaal 74 paters.